De meeste van jullie hebben denk ik recentelijk allemaal wel beelden gezien, de kofferbeelden, bijvoorbeeld in een varkenshouderij, waar we iemand in de koffer hebben gezet, vreselijke omstandigheden hebben gefilmd. Veel van die zaken waren helaas gewoon legaal, maar toch heel veel media-aandacht voor. En de bedoeling is ook om mensen wakker te schudden, zodat ze beseffen dat het levende wezens zijn. Ook in Hasselt, in België, we zijn in twee landen actief, hebben we beelden naar buiten gebracht van een slachthuis. Ook daar werden dieren mishandeld, geschopt en geslagen. Opnieuw afschuwelijke praktijken. Dat is iets wat we al een aantal jaren doen. Dit soort zaken naar buiten brengen, onder het daglicht brengen van heel veel mensen. En ik kan me voorstellen dat je je machteloos voelt. Dat hoorde ik eerder, dat je de wanhoop voelt. En we krijgen ook boze belletjes naar ons kantoor. Waarom doen jullie dit eigenlijk? Want ik kan hier niet van slapen, ik heb hier moeite mee. En ik kan me voorstellen dat je je machteloos voelt en dat je kwaad bent en dat je woedend bent en dat je vindt dat dit moet stoppen. Want dat vinden wij natuurlijk allemaal. Maar ik ben alweer zo'n 20 jaar actief, 20 jaar dierenrechtenactivist. En 20 jaar geleden zag de wereld er nog een beetje anders uit. Toen wij demonstraties gingen organiseren, stonden we daar met z'n achten. Als er 14 mensen waren, waren we heel erg blij, want we hadden een grote groep. We stonden daar met onze eigen protestborden. Er was geen media in zicht. Er waren nog circussen met olifanten en met tijgers. Er waren nertsenfokkerijen, vossenfokkerijen, chinchillafokkerijen. Dat mocht allemaal. Die tijd was een andere tijd. We hadden geen Facebook, we hadden geen Partij voor de Dieren. We hadden geen mobiele telefoons. We hadden geen contacten met de media. Maar we stonden er wel en we deden wel onze acties. Maar het zette niet heel veel zoden aan de dijk op dat moment. En dan 20 jaar geleden was ik veganist. Wie waren die toen ook 20 jaar geleden veganist of vegetariër? Kijk, dat is mooi. Maar weet je ook dat er net sojamelk in de supermarkt kwam? En dat alle vegetarische vleesvervangers echt vegetarisch waren. Dus niet veganistisch. Er zat ei in. Vegan, dat was iets, mijn moeder zei het laatst nog, je had een E-nummerlijstje. En dan nam je mee naar de supermarkt en dan ging je kijken welk E-nummer erin zat, of het nou plantaardig was of niet. Dat was een andere tijd, supermarkten. En vandaag de dag, Joffrey zei dat al, helaas heeft hij al heel veel, hij heeft het halve menu, kerstmenu opgenoemd, wat we allemaal kunnen eten. Vandaag de dag staan overal vegan op. En vandaag de dag weten mensen wat veganisme is. Dat was toen niet. Mensen wisten niet wat veganisme was. 20 jaar geleden was je als veganist, had je een baard en was je veganist, was je nog niet hip. Vandaag de dag natuurlijk wel, dat verklaart mijn baard. Maar dat was een andere tijd. En we boeken toch heel veel progressie. En ik wil ook dat jullie vasthouden en hoopvol blijven, want over 20 jaar gaat deze wereld er weer anders uitzien. En dan is misschien alles wel vegan. En zijn. Yes. En als er niet vegan is, dan is het vlees, komt dan misschien niet meer uit een stal, maar uit een laboratorium. Is het gewoon opgekweekt. Over 20 jaar, waarschijnlijk zijn er geen dierproeven meer. Want 20 jaar geleden dachten ze dat we allemaal gek waren. Hè? Dierproeven, ja, dat was belangrijk. En dat moest er helemaal zo en dat kon niet anders. En vandaag de dag zeggen ze van ja, de dierproeven, dat werkt helemaal niet. Wetenschappers vertellen dat. Het werkt helemaal niet, het moet anders. De Nederlandse overheid wil ook meer investeren in alternatieven. Veel te weinig natuurlijk. Maar heeft het ook beseft dat het anders moet? Dus over 20 jaar gaan we in een andere wereld leven. In een waarschijnlijk veel betere, positievere wereld. Ja, hopelijk zonder stallen en zonder dierenleed. En ik kan me ook voorstellen dat er geen konijnenfokkerijen meer zijn, dat het verboden is, kalkoenenfokkerijen en noem maar op. En dat is ons doel, hè? Sluiting van de slachthuizen, sluiting van de fokkerijen, sluiting van de proefdiercentra. En daar gaan we alles aan doen en hopelijk met jullie, we zullen samen moeten blijven knokken voor de rechten van dieren, want het gaat niet vanzelf. Ik wil nog afsluiten, want in die 20, 30 jaar, zijn er ook mensen gestorven die opkwamen voor de rechten van dieren. Was in 1991 was er een Britse dierenactivist, Mike Hill, slechts 18 jaar, die stierf tijdens een actie tegen de jacht. Hij werd aangereden door een jager. Hij stierf.
En in 1995, ik denk dat hier mensen zijn die dat wel weten, Jill Phipps stierf onder de banden van een veewagen vol met kalfjes. Zij wilde dat tegenhouden. Ze was 31 jaar. En ook in 2001 stierf Barry Horn na een hongerstaking. Hij wilde de overheid motiveren om te zorgen dat er meer geld werd gestopt in alternatieven. Hij wilde dierproeven stoppen. Al deze mensen zijn gestorven omdat ze opkwamen voor voor de rechten van dieren. En ik ben bang dat er nog meer mensen zullen sterven. Maar ik wil vooral ook eventjes met z'n allen er stil bij staan. Dat er ook mensen zijn, niet meer in ons midden, die alles gedaan hebben om op te komen voor de rechten van dieren. Dankjewel.